Hey iedereen, mijn naam is Andy Fontijn en ik ga jullie vandaag drie manieren laten zien om jullie stem op te warmen. Here we go. Oefening 1. Een vocal fry of het baby dinosaurusje. Wat ga je nu eigenlijk doen? Je gaat een soort van krakend geluid maken van achter in je keel. Klinkt een beetje als volgt. Let er ook op dat je natuurlijk ook je mond heel hard moet bewegen terwijl je dat doet. Ziet er wel een beetje grappig uit. Oké. Waarom doe je deze oefening nu eigenlijk? Wel, als je de oefening doet, dan ga je stembanden laten trillen. Waardoor dat een soort van relaxerend effect geeft op je stembanden. Heel gezond dus. Oefening 2. We gaan kort maar krachtige luchtstoten maken. Hoe gaan we dit nu doen? We gaan dit doen op de ksh. Ja. Let er ook op als je dat doet, dat je buik heel hard naar binnen gaat. Zodat je echt die ademsteun kunt voelen. Ksh, ksh, ksh. Je kan dit ook heel kort achter elkaar doen. Ksh, 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 ksh. Of eventueel zelfs met een ander woord, bijvoorbeeld za, 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 za. Of op ha, 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 ha. Door dit een paar keer te doen, ga je ervoor zorgen dat je je ademsteun goed aanzet. Doe deze oefening gewoon enkele keren achter elkaar, met liefst misschien nog een paar verschillende woorden. Oefening nummer 3. Misschien nog wel de leukste en de grappigste oefening van allemaal. We gaan gewoon onze tong uitsteken. Zei hij nu dat hij zijn tong ging uitsteken? Ja. Waarom gaan we nu onze tong uitsteken, hoor ik u al denken. Wel, onze tong staat in een rechtstreekse verbinding met onze stembanden. Dat betekent dus eigenlijk, als je je tong gaat stretchen, je je stembanden ook mee gaat stretchen. Het heeft een soort van relaxerend, massageachtig gevoel voor je stembanden. Wat gaat het doen? Je gaat je tong een klein beetje over je onderste lip leggen. Dus zo. En je gaat dit 30 seconden volhouden. Onze tong heeft enorm veel invloed op onze zangstem. Probeer dit maar eens. Duw uw tong helemaal naar achter in uw mond. Ja, dus dat je helemaal van achter zit. En probeer dan eens A te zeggen. Klinkt een beetje als volgt. Niet zo aangenaam dus. Probeer nu eens hetzelfde, terwijl je uw tong een klein beetje meer naar voren steekt. Een beetje over je onderste lip. A. Klinkt al helemaal anders, toch? Zo kun je dus eigenlijk je tong op verschillende manieren gaan plaatsen in je mond. We willen met deze oefening enkel en alleen maar onze tong een beetje laten ontspannen, waardoor we die daarna met andere zangoefeningen juist kunnen gaan leren plaatsen. Alright, je hebt nu drie oefeningen gezien om je zangstem op te warmen. Laten we eventjes alles nog eens herhalen. Oefening 1. De vocal fry of het baby dinosaurusje. Wow, wow, wow. Oefening 2. Onze korte, maar krachtige ademstoten. Ksh, ksh, ha, za. En als laatste oefening 3, onze tong uitsteken. Zo, dit was het voor deze video. Hopelijk heb je er iets uit geleerd. Bedankt om te luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Ciao.